Welkom bij Jules Cooking en vandaag gaan we een kreeftenbisque maken. Begin met het door de midden hakken van de kreeftenkop en bak deze daarna aan met de rest van de andere kreeftenschalen in een grote hoge pan. Doe dit op hoog vuur. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Voeg daarna je bouquet toe. Een bouquet is een samenstelling van verschillende groenten. Deze bestaat uit een halve gesneden wortel, een kwart gesneden knolselderij, een halve gesneden prei en een halve gesneden ui. Als de groenten ook helemaal goed aangezet zijn, dan voeg je 60 gram tomatenpuree toe. Voeg nu ook je kruiden en je knoflook toe. Deze bestaat uit 3 teentjes knoflook, wat blaadjes basilicum en 2 blaadjes laurier. Blus dit mengsel na 5 minuten af met 3 delen cognac. Je kan ook witte wijn gebruiken, maar cognac is veel smaakvoller. Vul het daarna aan met water totdat het onder staat en laat het koken voor ongeveer een half uur. De bisque heeft een half uur gekookt, dus nu gaan we hem zeven. Zorg dat je niks verspilt, dus laat hem eventueel iets langer uitlekken. Breng hem daarna nog eens aan de kook en laat hem daarna nog eens indikken voor de helft. Giet er daarna voor de helft aan room bij. Bind hem daarna af met koude klontjes boter, ongeveer 50 gram. Je kan je saus nu eventueel nog op smaak brengen met een klein beetje zout en peper. Niet te veel, want de saus heeft van zichzelf ook al heel veel smaak. Ik heb nog één tip. Mocht je de saus nou minder lang indikken, dan kan je hem ook gewoon goed serveren als een soep met wat kreeftenvlees en wat kruiden. Heerlijk. Dus ik zou zeggen, bon appétit!